Hoi en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een heel mooi zomerstuk maken. We gaan namelijk een mini tuintje maken met verse bloemen. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je toch van alle leuke video's die ik maak. Dus druk eventjes op die abonneerknop. En wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Dan vind je het onder kopje cursuspakketten. De materialen zijn ook los te verkrijgen. Dus mocht je iets los willen bestellen, dan kan dat ook. Kijk daarvoor ook op onze website. En we gaan gauw aan de slag. Voordat we beginnen, mocht je nog meer willen doen met de winactie van de vorige DIY video, dan kan je nog meedoen. Misschien heb je hem gemist. Ga daarvoor aan het eind van deze video dan eventjes naar die video. Goed, we gaan nu eerst beginnen. Ik heb hier een prachtige onderschaal. Hier gaan we vandaag een mini tuintje op maken met hele mooie materialen. Wat wil dat zeggen? We gaan met hoogtes werken. We gaan producten mooi terecht laten komen. Allereerst gebruik ik daarvoor deze waterschaal. Hier ga ik het oase opdoen zodat we de ondergrond mooi schoon houden en je hem elke keer kan weer gebruiken. Dus ik ga eventjes de oase hier passend insnijden. Ik heb steekschuim al nat gemaakt. Altijd belangrijk niet onder water duwen, maar zelf vol laten zuigen. Nou, hij past al bijna op de schaal. Zo. En de stukjes die ik overhoud, doe ik dan nog even aan de zijkant. En dan snij ik de zijkantjes even de schuin af, zodat we makkelijk kunnen wegsteken. Vaak leg ik die er aan de zijkant gewoon weer bij tussen. Hoef er niks weg te gooien. Mocht je dat gedaan hebben, gaan we beginnen met de basis wegwerken. Ik gebruik mooie bladmaterialen, maar ook mooie mossen. Allereerst breng ik trapsgewijs wat galaxblad toe. Dan zie je mooie herhalingen in het stuk en dat brengt gelijk rust in het stuk. Dit doe ik ook aan de andere kant. En zo werk je al gelijk een deel van de waterschaal weg. Dan pak ik de schaal erbij en ga ik even kijken hoe die erop terecht komt. We willen natuurlijk de schaal niet zien, die gaan we verder wegwerken met een beetje mos. En dit zetten we vast met een krammetje. Nou, zoals je ziet hebben we nu een mooie basis. Je ziet geen waterschaal meer. Het bladmateriaal is ook al wat in stuk gewerkt. En dan gaan we nu beginnen met de snijbloemen. De basis is al mooi, want het is echt een mooie grote schaal. En waar we nou goed naar gaan kijken is dat bloemen niet in de verdrukking komen. En we gaan met hoogtes werken. Daarnaast met mooie grassen. Want die geven gelijk een beetje dat sfeertje van een tuin. En we gaan ook in groepen werken. Ik begin met wat grassen. Je mag hier ook gerust zelf mee spelen. Geef je bloemstuk, je eigen stijl aan je bloemstuk. Maar ik werk dus echt op groepen. En op verschillende hoogtes. Dan heb ik ook prachtige eremures. En zoals je ziet gebruik ik echt lengte in het stuk. En ik snij alle bloemen goed schuin aan. En ik steek ze dan op verschillende hoogtes. Prachtig mooi. Dan heb ik hier een mooi kangeroepootje. Je kan al zien dat het heel mooi is qua kleur. En zoals je ziet steek ik eigenlijk alles parallel. Door het bladsteek kan je even een klein gaatje maken.
prachtig mooie allium. Alliums heb je in heel veel verschillende soorten. Allemaal prachtig. Kijk hoe mooi hoe een bloem bloeit, hoe die is gaan groeien. Dan heb ik een mooie agapanthus. Stop ik er iets lager in, omdat we nou heel veel op dezelfde hoogte hebben. Dat je echt verschillende hoogteverschillen krijgt. Maar ik werk wel met groepen bij elkaar. Zoals je ziet hebben we hele mooie hoogtepunten in het stuk. Wel mooi op groepen. Het loopt mooi langs elkaar heen. Nou, als het nodig is kan je nog wat dingetjes verzetten. Maar je ziet dat hij al een hele mooie basis geeft. Dus je blijft draaien om te kijken of alles nog steeds zo mooi staat als je wil. En dat je alles ook goed kan blijven zien. Dan ga ik nu verder met de onderkant. Hier komen ook wat bloemen. Maar hier gebruiken we ook mooie bolmossen voor en ik gebruik ook wat mooie vetplanten omdat ik die heel mooi groen vind in het stuk en op deze manier het een heel mooi geheel wordt. De bolmossen zet ik even vast met een krammetje en mocht je bolmossen iets ingedroogd zijn dan kan je ook altijd voor kiezen om een beetje te besproeien. Mocht je een vetplant gebruiken, pak je een stokje en die steek je eronder in. Dit doe je wel voorzichtig en op die manier kan je hem vastzetten. Mocht het nodig zijn, kan je twee stokjes gebruiken. Heel erg sterk, maar ook echt heel mooi in het stuk. Dan gebruik ik ook nog wat kleine vetplantjes, die zet ik er op dezelfde manier in. Vaak hoe kleiner hoe kwetsbaarder, dus hou daar rekening mee. Ik vind het mooi om nog een vetplant erbij in te doen op een wat lager stuk. Ik leg hem nu gewoon bij naast. Dat kan prima. En dan ga ik nog wat materialen er kort onderin steken. Om hem nog verder mooi op te vullen. Zoals je kan zien hebben we zo echt een prachtig bloemstuk. Door op deze manier het op te bouwen kan je alle materialen goed blijven zien. Je bloemstuk krijgt gelijk mooi volume door de hoogte die je gebruikt. En de onderschaal is natuurlijk ook mooi ja, groot. Dus daardoor kan je alle materialen mooi en goed kwijt. En komt het mooi tot z'n recht. Ook de kleuren en de materialen zo bij elkaar is echt heel erg gaaf. En dan heb ik nog iets leuks om toe te voegen. Hè? Namelijk dit leuke vogeltje. En je kan even kijken in je bloemstuk waar die dan leuk in staat. Ik heb bijvoorbeeld net aan deze kant dat het wat rustiger is. Nou, dan lijkt het net dat het vogeltje in het bloemstuk vliegt. Heel erg leuk. Geweldig. Je kan natuurlijk ook meerdere toevoegen. En zeg je van ik wil de houder eronderin niet in. Je kan hem ook afhalen en eventueel zo in het bloemstuk steken. Dat is ook heel erg tof. Heeft gelijk een heel mooi effect.
Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, daar vind je het onder kopje cursuspakketten. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland, dus waar het er naartoe hoeft, het komt gewoon naar je toe. Extra makkelijk. En ja, ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. En wil je nog meedoen aan de winactie van het vorige DIY pakket, dan kun je het vorige DIY pakket winnen. Ga dan eventjes naar de video, ik zal hem hierna in beeld brengen zodat je er naartoe kan. En ik wil jullie bedanken voor het kijken en zien jullie mij de volgende keer weer. Doei!